Een tuning specialist is gespecialiseerd in de tuning van auto's, motorfietsen of andere voertuigen. Als het gaat om het vergroten van het motorvermogen, spreekt men ook wel van tuning voor speed. Tuning is vooral populair onder jongeren die meer motorvermogen tot hun beschikking willen hebben. Daarnaast kan het gaan om mensen die net iets meer vermogen nodig hebben. Denk bijvoorbeeld aan kamperaars. Die in de bergen net niet genoeg vermogen hebben. Bij tuning voor speed is het meestal nodig om het motormanagement aan te passen of om andere onderdelen toe te passen. Denk bijvoorbeeld aan het aanpassen van de turbo, de versnellingsbak of aan het luchtfilter. Bij extreme gevallen is het ook mogelijk om de cilinderinhoud te vergroten, waardoor de prestaties toenemen. Het is niet zo dat een tuning specialist automatisch aangemerkt kan worden als automonteur. Er zijn ook tuning specialisten die alleen chiptuning toepassen door middel van een computer. Bij chiptuning zal er andere software ingeladen worden, waardoor het motormanagement systeem anders zal werken. Dit is een makkelijke manier om meer vermogen tot je beschikking te krijgen. Bij chiptuning is het wel zo dat de fabrikant de garantie kan laten vervallen. Ook bij een update vanuit de garage zal de nieuwe software in de meeste gevallen overschreven worden. Het beroep tuning specialist moet verder vrij algemeen gezien worden, omdat dit betrekking kan hebben op verschillende specialisten. Denk bijvoorbeeld aan automonteurs, motormonteurs of aan diagnosetechnici. Dit zijn allemaal monteurs die zich op verschillende manieren gespecialiseerd kunnen hebben in de tuning van voertuigen. Daarnaast is het zo dat de tuning van voertuigen betrekking kan hebben op het pimpen van voertuigen. In dat geval gaat het meestal om het aanpassen van het uiterlijk van een voertuig. Denk hierbij aan bijzondere velgen, spoilers, verlichting of aan het frappen van voertuigen. Dit is een andere vorm van tuning.